De Stichting Post-Academisch Onderwijs Geneeskunde Suriname, SPAOX, heeft gisteren samen met het Academisch Ziekenhuis Paramaribo het driedaags Nationaal Obstetrisch Congres Suriname 2019 geopend. Het thema van het congres is Wangesontu Mamaji, Wanbitre Tamara. Obstetrie of verloskunde is de zorg van de zwangere vrouw voor en na de bevalling. Dit is de tweede keer dat dit congres wordt georganiseerd. Het doel hiervan is de kwaliteit van de zorg voor de zwangere vrouw te verbeteren. Tijdens het congres zullen er verschillende workshops en presentaties gehouden worden. Rabina Paidin, medisch student, tevens assistent arts op de spoedeisende hulp, heeft een presentatie gehouden over het voorkomen van infecties voor en na een keizersnee. We hebben wat gezegd, dat bij een seksuele cesarea. Primair of secundair. Er altijd vaak naar toiletten worden gedaan met povidone jodium kort voor de ingreep. Ook zou het buiktoilet moeten worden gedaan met chlorhexidine eveneens kort voor de ingreep. Ook zeggen ze dat je antibiotica profilas zou moeten geven tussen 30 en 60 minuten voor de eerste incisie maakt. Dit zou moeten zijn in een eerste lijn cefalosporine, zoals cefazoline, kersal, 1 gram IV bij een gewicht van 80 kg of minder en 2 gram bij een gewicht van meer dan 80 kg, eenmalig wel. Indien de sessie wordt gedaan na langdurige gebroken vissen, dus een brom langer dan 24 uur, zou je moeten overwegen metronidazol erbij toe te voegen. Bij manifeste infecties, zoals de manifeste chorioamnionitis, langdurige, gecompliceerde operaties, zoals een spil in de buik bijvoorbeeld, zou je moeten overwegen of zou je de antibiotica postpartum moeten continueren en wel 3 tot 5 dagen. Volgens gynaecoloog Sarah Samyadi van het AZP zijn niet alle WHO-richtlijnen voor het uitvoeren van de keizersnee na te volgen in ons land. Daarnaast, wat we nu al doen, want ik denk niet dat de vagina toilet wordt gedaan. Toch? In Suriname, dit wordt niet gedaan, maar de WHO recommendations raden dit wel aan. Verder, buiktoilet voor de seksshow, dat wordt wel gedaan, maar hier raden ze het aan met chlorhexidine te doen. Antibiotica beleid bij primaire of secundaire seksshows geven we hier wel. Net als wat ze aanhalen. Kefsol 1 gram. En bij langdurige gebroken vliezen. En meer wanneer men merkt dat het beginnende amnionitis is of riekend vruchtwater, dat ze metronidazol erbij toevoegen. Dat gebeurt wel al. Wat ze verder ook aanhalen is dat er na een seksshow geen antibiotica gegeven hoeft te worden als het een ongecompliceerde seksueel is geweest, alleen preoperatief. Postoperatief hoeft dit niet, alleen als er een manifeste infectie aanwezig is. Dan moet de antibiotica dan gedurende 3 tot 5 dagen postoperatief gegeven worden. Sarah Samyadi, gynaecoloog van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, ze sprak vanmorgen tijdens het tweede Nationaal Obstetrisch Congres Suriname. Het thema van het congres is Wangesontu Mama, Wanbitre Tamara. De opening is gehouden in het auditorium van het AZP en wordt morgen afgesloten in het IGSR-gebouw.